Versnelling, Chakvetadze met de tackle. Kwam te laat. Kone. En voor ze Peters. Een schijnbeweging. Goede bal op Adriano. Legt hem terug. En dan is daar de goal van Trebjak. En dan is dit een uitstekende aanval van Eupen. En spelen we 35 minuten. En is het de thuisploeg die op voorsprong komt via Previak. De man die we eigenlijk amper hebben gezien in deze eerste helft. Het is een echte goalgetter. En dat bewijst hij op deze manier. Son heeft dat toch niet helemaal begrepen. Hier komt die bal als een goeie en dan gaat hij erin. En dan staat het 2 tegen 0. En is daar het doelpunt van Jens Kools. Die bal kan binnenkoppen. Daar waren ze nog aan het roepen. Goed meegenomen door Chakvetadze. 1 tegen 1. Dat kan niet. Nog Chakvetadze krijgt de bal voor. Weggetrapt door Poulin. Maar agent moet toch wat aan het aandringen. Kums! Ja! En de goal. Minister van Sven Kums. Het is een stevige trap van de captain. Maakt zich klaar. Opnieuw kort. En dan nodig je een scheidsrechter wel uit om af te fluiten. Hier is Van den Driesch. Daar is Julsager. Dit gaat allemaal te traag. Dan toch de versnelling. De voorzet. En de goal. De goal. In absolute slotseconde. Theat is aan het vieren. Maar ik denk dat het Hendry is. De schot die gescoord heeft op zijn debuut voor KVO. Ze stonden daar allemaal dicht bij elkaar. 1-2 komt er niet. Raamakers. Mercier. En hier Sowa. En het doelpunt voor Oud Heverlee-Leuven. Standaard slikt nog eens een tegengoal. Een kwartier voor het einde. 1-0 voor Oud Heverlee-Leuven. Het is het logische gevolg van wat we hier in de tweede helft gezien hebben. Het initiatief bij de thuisploeg. Op bezoek bij Racing Genk. Dit is in principe voor hem een koud kunstje. Van Aken tegenover Jakkers. Hans Van Aken onder Jakkers door. En zo staat het 1-0. Het scheelde niet veel. Zo leek van hierboven, maar Van Aken treft raak en club staat op voorsprong. Ik denk dat dit verstandig is wat Jakkers doet. Ja, maar daar is Matta. Die zit er stevig op. En dit is ook een tackle met de voeten vooruit van Vukotic. En het spel gaat verder, maar Matta blijft liggen en heeft pijn. We kijken naar Effort. Effort met de bal voor de goal en daar is de gelijkmaker. En dan moet deze fase misschien nog wel eens herbekeken worden. Maar de man met de gouden stier op de rug. We zeiden het vaak onzichtbaar in wedstrijden, maar hij zit aan 4 goals. Hij zit aan 4 goals. Het staat 1-1 tenzij Frankie Vormer met de hoekschop. 38 minuten gespeeld. En daar is de kommel en daar is de goal. Hans Van Aken. Dan is die gelijkmaker snel weer uitgewist. Van Aken met zijn tweede van deze wedstrijd, zijn derde van het seizoen. En hij heeft het vorig seizoen zo vaak gedaan. Scoren met het hoofd. Bij het beslissen om Jakkers meteen te zetten. Sobol, goed gevoetbald bij Club Brugge, de center. Laag en dan met een beetje geluk is het Okereke die 3 tegen 1 maakt voor Blauw-Zwart. 5 minuten na de rust is de match misschien gespeeld. Ja. Loting voor de komende 3 matchen, dus ook voor de thuismatchen tegen Cercle en tegen Anderlecht. Dat zijn niet de minste thuismatchen, daar wil je bij zijn als supporter. Ja, die zijn in principe aantrekkelijker als deze. Daar is Kremenčík en daar is hij. Daar is hij, de eerste goal van Kremenčík voor Club Brugge. De bevrijdende treffer. Kijk eens naar de ontlading, de emotie. Dure aankoop in januari. En dan naar links, dacht hij. Tegen Moldavië en dan tegen België. Midden gewoon blijven staan dan, Nicola. Een match voor zijn eerste goal bij Sporting Anderlecht. Hij trapt hem binnen. De Duitser treft raak. En de mannen van Company staan 1-0 voor. Dat is verdiend na 36 minuten. De betere ploeg, de gevaarlijkste ploeg. En nu de strafschopgoal. Didion ging wel naar een goede hoek. De fout moest maken. En daar is de goal. Jawel, uit het niets is het plots 2 tegen 0 voor Anderlecht. Minuut 68. Amir Murillo al een paar keer gevaarlijk mee opgerukt. En gevaarlijk met zowel een eigen schot als een voorzet. De laatste minuten, nu treft hij raak. 2-0 voor Anderlecht en dan is de wedstrijd... Trofee voor de allerbeste speler van het voorbije seizoen in ontvangst mocht nemen. Olidio, hier is een eerste kans met Lee. En Lee die kan scoren. We zijn nog geen minuut ver. En de Zuid-Koreaan heeft Sint-Truiden op 1 tegen 0 gebracht. Dolle vreugde natuurlijk bij de duizendtal supporters. Ja.
goed begonnen is half gewonnen, luidt het cliché. Maar dit ging wel iets te gemakkelijk toch. De steal van Refailov. Haroun na een tikje van Mbokani. En daar is Jukleruit. Jukleruit voor de 1-1. En hij legt hem binnen. Het lag daar helemaal open. Een dekkingsfout toch echt wel in de Truinse defensie. En Simon Jukleruit, die was goed meegelopen. Haroun had hem gezien. Haroun. En Lee voor zijn tweede, jawel. Sobong Lee, hij straft het foutje van Faris Haroun af. En een nieuwe voorsprong voor Sint-Truiden. De man die in de eerste minuut ook al wist te scoren, maakte in de 23e zijn tweede van de namiddag. Met genoeg creativiteit en een race om kansen. De hoekschop van Jukleruit. En de goal. De goal van Sek. Hij vliegt naar die bal toe. En een duidelijke nekslag die Steppen te grazen neemt. En opnieuw een gelijke stand op het scorebord. Goeie corner van Simon Jukleruit. Die heeft dus naast een goal. Uiteindelijk Gerkes die zich klaarzet voor deze bal. Dan kan het ook Jukleruit worden. Het wordt de Jukleruit. En die verrast iedereen bij Sint-Truiden. Steppen geklopt. 2-3 voor Antwerpen. Dat is een mannetje minder telt. Maar op een spelervatting weten ze een derde keer te scoren. En gaan ze dan met de 3 punten huiswaarts keren richting Koekestad. Het zou best kunnen. Ja, dat is goed van Rezaï. Morioka neemt hem mee. En Plating zou de beentjes goed gesloten. Morioka heeft hem toch nog. En hier Nicholson, Rezaï. Buitenspel of niet, vlag blijft beneden. Dat is een onwaarschijnlijke goal toch. Vlag blijft beneden, Rezaï zet Charleroi op voorsprong op 20 minuten van het einde. Zuiverder gevoetbald. Beslissender geweest, maar in de eerste helft toch vooral de man die het nog voor elkaar probeert te krijgen. Ribeiro Costa, Nicholson en de goal. Voilà, 0-2. Shamar Nicholson doet wat hij 2 weken geleden tegen Antwerpen ook deed. De wedstrijd beslissen op een paar minuten van het einde. Ah, moeilijke bal voor Agouzoul. En dan is daar een Boye, die moet profiteren. Hij doet dat ook. En hij zet KV Kortrijk op voorsprong. Kop in de grond steken is het wat Agouzoul doet. Hele lastige bal, dat zeker. De Saar. Meteen vaart maken na die goal van een Boye. Een Boye opnieuw. Voorzet tot bij de Walen. Kop naar binnen. Meteen 2-0. 2 minuten na de goal van een Boye. Is er de assist van Mboyo op Gilles de Waalen. Kijk naar de vreugde op en naast het veld. Zodat Oninga voorin een plaatsje kan claimen. De Waalen. Ah, knap van Golubovic. Makarenko met de borst. De Waalen met ruimte. En dan ligt hij hem terug. En dan gaat hij erin. Jawel. Okensi. Het was onder de bonder en buitenspel. Dus geen 3-0. Een paar maanden nodig hadden. Om volledig te integreren. Het is zo, Dali. Wissi. En hier zit wat in voor Beerschot. De bal opzij gelegd. Holshouser. En de goal. Heel vroeg in de wedstrijd. 12e minuut. En 1-0. Iedereen recht hier op de tribunes. Maar prima uitgespeeld. Tweede van het seizoen te maken. Onuwachu. Korte aanloop. Onuwachu. Triple. Ja. En in het hoekje, het is 1-1, dat is wel aardig binnengetikt. Ja, dat kan hem misschien ook helpen om beter in die wedstrijd te komen, want tot nog toe was het niet goed. Nou, weer zo'n bal die moet vallen achter de rug van de verdediging. En dat doet hij, schitterende goal! Alsjeblieft zeg, wat een assist, wat een doelpunt. Ja, de voorbereiding was alles. De vrije trap van Holtzhauser en ook de afwerking tuurlijk wel. Maar de complimenten voor de Messi van het Kiel. Vukovic of Holtzhauser, oog in oog, wie haalt het? Holtzhauser met de aanloop en Vukovic de andere richting uit. Het is 3-1. En we zijn, wat is het, amper 18, 19 minuten ver in de tweede helft. Nochtans, die strafschop tegen Brugge was goed getrapt hoor. In de hoek, alleen net iets te ver naar buiten, 10 centimeter.
Het moment van de waarheid. Levenslijn voor Racing Genk. 3-2. Ze leven nog. Ze leven nog. Ja. Ze lagen in coma. Komt er goed uit met Van der Buijs. Holshouser. Terug Van der Buijs. Oef. Zolder de Bolder voor Rogowski. Voor Rogowski. En hij zit er nog in. Wedstrijd definitief beslist. En met zijn rechter, hè? 4-2. Zijn mama wordt gevierd. Die numerieke minderheid. Een vergiftigd geschenk voor Dessers. Suzuki is snel, hoor. Suzuki is snel. Nobussi voor nummer 5. En daar is de vijfde voor Beerschot. Nobussi was al een hele poos aan het zoeken naar dat doelpunt. Wel, hij heeft het helemaal op het einde. 5-2.